zitten op een leuke school. Maar het gebouw zelf is kapot. Waarom heb je al die kleren aan? Wacht maar. Bijna elke dag gaat er wel wat stuk. De verwarmingsknop is alweer afgebroken. Alweer. Ja, dat dacht ik al. Hi Klaas. Hi directrice. Helaas is de verwarming nog lang niet gemaakt, dus neem wat extra kleren mee. Oh nee hè. Daarnaast gaat de gymles ook niet door vanwege lekkage. De wc's zijn buiten gebruik vanwege een kleine complicatie bij het doortrekken. En er is geen koffie omdat het koffiezetapparaat ontploft is. Nou, ik vind buiten nog warmer dan binnen. Ja, inderdaad. Nee, het hek is weer kapot. Alles is kapot. Tja, oud gebouw hè? Het zou weer eens gemaakt moeten worden. Ja. Ik weet misschien wel iemand die dat kan. Wat kan? Weet jullie wie dit is? Nee. Dit is Mahim, de handigste vrouw ter wereld. Een klusjesvrouw die alles kan. Ja hoor, alsof de allerhandigste vrouw ter wereld onze school zou willen repareren. Die werkt vast voor de president van Amerika. Of bij Dwayne Johnson. Nee hoor, ze woont gewoon in Nederland. Ik weet waar ze wonen, kom maar mee. Mahim, de handigste vrouw ter wereld, woont in Nederland. Wij dachten dat ze in een heel groot huis zou wonen. Maar Sarah bracht ons naar een schuurtje. We zijn er. Dit krot? Ja, hier woont ze. Wie is daar? Ik ben het, Sarah. We mochten bij Mahim naar binnen. En daar vertelde ze waarom zij en haar gezin in dat kleine schuurtje woonden. Wij komen eigenlijk uit Iran, maar daar mogen vrouwen niks. Ze waren heel erg bang voor een vrouw omdat ze zo handig was. En daarom zijn we gevlucht. Buiten hoorden we opeens heel veel herrie. Wat was dat? Ze zijn hier! Wie? De boze mensen. De boze mensen slaan met hamers en knuppels op de deur. Ze zijn op zoek naar Mahim en haar gezin. Ik hou niet van vluchtelingen. Nee, ze geven me een onveilig gevoel. En we willen ons natuurlijk wel veilig voelen in ons land. Ja. Ik ben bang, man. Volgens mij is hier helemaal niemand. Laten we verder zoeken. Ja. Wacht maar tot ik ze te pakken krijg. Volgens mij zijn ze weg. We kunnen hier niet blijven. Nee, de kans is echt groot dat ze jullie vinden. Waar moeten we dan naartoe? We hebben helemaal geen geld. We willen best werken, maar... Wacht eens even. Wij hebben misschien wel een plek voor jullie. Onze school is heel oud en we hebben een hele grote kelder. Daar zullen jullie misschien wel kunnen wonen. En in ruil voor eten en drinken kunnen jullie misschien dingen repareren op onze school. Het gezin van Mahim vond dat een goed idee. Maar omdat we niet zeker weten of het mag, brachten we ze stiekem naar de kelder van onze school. Hier is de kelder. Dit is perfect. De leerlingen zorgen ervoor dat het gezin voldoende te eten en te drinken krijgt. Huh? Waar is mijn bakje naartoe? We hebben eten en drinken meegenomen. Oh, lekker mandarijnen. En we hebben ook wat meegenomen om te lezen. Ik ben gek op lezen. Erg bedankt, jongens. Als er 's avonds niemand meer op school is, komt het gezin uit de kelder en gaat aan de slag. De volgende ochtend is iedereen aangenaam verrast. Ik heb allemaal thermo-onderbroeken aangetrokken. Ik heb 3 paar sokken aan. Huh? Huh? Het is helemaal niet koud. Ik geloof dat de verwarming al gemaakt is. En ook de wc's trekken weer normaal door. En het koffiezetapparaat deed wat hij moest doen. Op school was iedereen erg blij dat alles het weer deed. En Mahim en haar gezin waren blij met een nieuwe woonplek. En zelfs in het weekend werkte het gezin door. Heb jij de gereedschap voor de lekkage, schat? Ja, dat heb ik. Maar in het weekend letten ook de burgers extra op. Hé, hey, wat moet dat daar? Volgens mij zijn ze aan het inbreken. Hé, hey, dat mag zomaar niet. We doen niks, we doen echt niks. Straks maken ze alles kapot. Hé, hey, jullie maken deze school kapot. Snel, we bellen de politie. Hier komen. We doen echt niks. Meekomen. De politie zal zo wel komen. Meekomen, jullie slopen de hele boel. Ja. Ondertussen is ook de politie gearriveerd. Wat is er aan de hand? Deze mensen proberen in te breken. Helemaal niet! Wel, wij hebben het zelf gezien.
meekomen. Door de politie-sirene waren Sarah en haar vrienden ook gewaarschuwd. Ze zijn onschuldig. En ook de juf. Wat gebeurt hier allemaal? Ik begrijp er helemaal niks van. Zelfs de directrice kwam naar school. Wat is hier aan de hand? Ze slopen die hele school. Ze maken alles kapot. Nee, dat doen jullie. Ze pakken deze onschuldige mensen op. Juf, dat mag toch niet zomaar? Het zijn vluchtelingen, ze hebben helemaal niks gedaan. Vluchtelingen, die mag je niet zo behandelen. Kijk maar. Maar niks te baren. Gevluchte kinderen hebben juist recht op extra bescherming. Wij dachten dat ze alles kapot gingen maken. We waren net op weg om de lekkage te repareren. Zijn jullie degene die alles maken? Wat een goede mensen. Die maandag hoorden we dat het gezin van Mahim niet meer in de kelder hoefde te wonen. De kinderen van Mahim komen bij ons in de klas. Je mag al hier zitten. En Mahim wordt onze nieuwe conciërge. Wauw! De handigste klusjesvrouw ter wereld als onze conciërge. Alles zou nu snel gerepareerd worden. Hallo? Nou, bijna alles dan. Ah! Actie. Helaas is de verwarming nog niet gemaakt, dus neem de Actie. Dit is Mahim. De handigste vrouw ter wereld. Actie. En we willen ons natuurlijk... Ik geloof dat de verwarming al eens gemaakt is. Alweer gemaakt is. Ja, alles gemaakt is. En actie. Wel. Ze maken alles kapot. Hey, dankjewel voor het kijken naar deze kinderrechtenfilm. Vergeet natuurlijk niet de film nog even een dikke like te geven. En verder abonneer je op ons kanaal, want dan mis je geen enkele film. Dus abonneren, liken en tot de volgende. Doei!